Hallo, ik ga jullie vandaag een deel van mijn make-up stash laten zien. En ik heb het wel eens eerder laten zien, het is alweer een hele tijd geleden. En nu dacht ik van nou, dat ga ik eens even opnieuw doen. Ik doe het echt la voor la, dus ik heb geen idee hoe lang ik met één la bezig ben. Laten we maar gewoon beginnen met de bovenste. Dit is mijn make-up kast, ik zal even een beetje uitzoomen. En daarin zit het meeste, nou ja, dan weet ik eigenlijk niet of het het meeste is, maar in ieder geval een heel deel van mijn make-up collectie, om het zo maar te zeggen. Wat vinden we hier? Dit is eigenlijk, dit hele stuk, zijn eigenlijk mijn blushes. En hierachter vinden we ook nog wat pigmenten. Hier in dit stuk vind je de bronzers. Ik heb hier nog wat losse poeders. En hier heb ik mijn fijne verzameling Mineralize Skin Finishes. Nou kan ik niet alles laten zien, maar ik wil best even een selectie eruit halen. Dan hebben jullie ook een beetje een idee wat er achter te vinden is. Guerlain Terracotta Minerale Poeder bijvoorbeeld. Dit is de bronzer van dit jaar. Four Seasons van Terracotta, ook erg mooi. Dit is een Dior bronzer palet. Ik heb alles trouwens in doosjes en dat doe ik bewust, want dan stapelt het wat makkelijker. Ik kan het natuurlijk ook eruit halen, maar dat vind ik weer wat onhandiger. Dit is een leuk palet van Clarins. Maar er zit dus wel degelijk ook in die doosjes. Niet dat jullie denken dat ik lege doosjes verzamel. Kijk, leuk palet van Clarins. En hieronder nog een blush en een bronzer. Even kijken hoor. Een blush eclat van Guerlain. Dit is van Ila Mesca, een bronzer. En van Make-up Store Blotting Powder. Dit is een heel mooi doosje van MAC. Het is een poeder. Een gewoon gezichtspoeder van hun speciale luxe editie, zeg maar. Die ze altijd uitbrengen aan het einde van het jaar. Dit is van de Stylistics collectie, ik denk 2-3 jaar geleden. Dit is de Sheer Mystery Powder. Heel mooi, heel zwaar doosje met prachtige pareltjes of glazen kralen, zeg maar. Kijk, en dan vind je ook een iets kleiner poeder. Nou, dit is geen echt poeder. Ja, het is wel poeder. Een meer ook oogschaduw / highlight poeder met hele mooie glinstertjes. Ook van diezelfde collectie, zie je dat? Alleen dan een formaatje kleiner. Even kijken hoor. Dit is een bronzing poeder van MAC. Van de Neo Sci-Fi collectie. Dit is ook een bronzing poeder van MAC. Die komt uit niet de Neo Sci-Fi, maar de Moonbait collectie. Dit is ook een bronzing powder, ook van MAC. En die komt van de Style Warrior collectie. Die is van vorig jaar. Dan hebben we natuurlijk deze zomer de To The Beach collectie gehad. Daaruit hadden we bijvoorbeeld deze bronzer. Dit is een cream bronzer. En natuurlijk het Marine Life highlight poeder. Dat is die. En we hebben natuurlijk ook nog Liberty of London. Dit is een beauty powder. Dit is de Shell Pearl. Een van Wendy's favorieten. Die ze helaas bijna op heeft. Dat heb ik pas gezien toevallig. Even kijken. Dit is Powdered Metal van Ila Mesca. Ila Mesca is natuurlijk ook een mooi merk. Dit is de Lies Minute van Clarins. Dit is eigenlijk een soort bronzer. Crème bronzer ook. Cotton Flower, ook van Clarins. Ik krijg leuke stapeltjes van alle merken hier. Even kijken, een mooie highlight / gezichtspoeder van Chanel. Ik heb trouwens de rest van mijn Chanel spulletjes eigenlijk boven liggen. Dus eigenlijk hoort deze niet helemaal hier. Deze moet ik jullie wel even laten zien. Deze is van Dior, alweer van een paar jaar geleden. Heel mooi gezichtspoeder. Het is een beetje groen, zie je niet zo goed. Kunnen jullie zien dat ik hem nog nooit gebruikt heb? Tenminste, ik kan me niet heugen dat ik hem gebruikt heb. Maar goed, dit zijn dus van die dingen die je dus gewoon koopt omdat ik het gewoon mooi vind. Volgens mij maak ik hem nu kapot. Maar goed, deze heb ik wel heel vaak gebruikt. De Moroccan Bronzer van Laura Mercier. Heel mooi. Heel mooi bronspoeder. Nog een MAC To The Beach crème bronzer. Dan heb ik hier een stapeltje van Lancaster. Mooie summer make-up altijd. De onderste is een bronzer en nog een bronzer en een blush variatie. Oké, nou jullie zien dat we al een klein beetje verder komen. En wat komen we dan verder? Daar zien we pigmenten. Dit is ook van Guerlain nog een heel mooi doosje.
een beetje schildpadmotief, zeg maar. En daar zit een minerale... Nee, ik ga hem even openmaken. Een pearly mineralized poeder. Lijkt een beetje op skin finish. Erg mooi. Wel gebruikt. Niet te vaak volgens mij. Even kijken. Nog een Ilamesca bronzing duo. Nou, die lijkt wel erg op die andere. Deze is ook heel mooi. Die is die Givenchy Fleur de Frangipane. Dat is de zomercollectie. Oeh, ga ik ook even openmaken. Ook een waanzinnig mooi paletje. Poeder slash bronzer. Oké, nou ja, wat even kijken hoor. Nu ga ik hier... Oké, wat vind ik hier? Ik vind hier ook nog van MAC een mooi... Dit is de Playaround Pink Colorform Powder. En dat hebben we in Playaround Pink. En dat hebben we ook in Sun Center. Dat is meer een beetje koraal. Deze zijn ook leuk. Dat zijn de Contour Duo's. Ook heel interessant. Ook nog een bronzing powder. Eigenlijk dezelfde die ik hier heb, zie je dat. Alleen dan een andere kleur. Dit is ook een gewone bronzing powder. Dus zoals je hem eigenlijk altijd bij MAC kan kopen. Gewoon in de kleur brons bijvoorbeeld. Dit is ook een beauty powder. Komt ergens uit een sample collectie. Dus dat is volgens mij niet de oorspronkelijke verpakking geweest. De Flower Miss Dew. Volgens mij iets van Ungaro of zo, de collectie. Vinden we, dit is ook nog een beauty powder van de Color Twist, Novel Twist collectie volgens mij. Allemaal oud. En dit is de kleur Sun Twist. Nou, dat vind ik zo heel spannend. Ja, Chanel Clinique is ook altijd wel een mooi poedertje. Die hoort hier eigenlijk ook niet helemaal thuis, hè. Maar hij is wel heel leuk. Dus die gaan we weer dit doen. Dan hebben we nog een beauty powder in de vorm van een roos. Ook mooi. De Pearl Matte Powder. Van MAC en Lilyland. En dit is ook weer een sculpt en shape. Zo'nzelfde duo als dit, zeg maar. Maar dan in een andere kleur. Dit is weer een mineralized duo. Dus een poeder en een highlighter. Die zijn niet meer in de winkels te krijgen. Maar dat was een heel leuke serie van verschillende productjes. Dit is nog een Shell Pearl. Oeh, ik weet niet dat ziet. En dit is ook weer zo'n duo die je net zag. Dan ga ik even kijken. Dit is de Fuffy. Even kijken hoor. Fuffy Belighted. Belightful Iridescent Powder Press. Dus dat is een poeder met een flinke glans, zeg maar, erin. Kijk eens even. Hoe is het goed? Oh ja, nou kun je het wel zien. Vrij shimmery, kun je wel zeggen. En de Red had ook Beauty Powders. En de Beauty Powders is dit bijvoorbeeld de Alpha Girl. Die is een beetje roze. Openmaken. Moeilijk met één hand en vooral dan met je linker. Alpha Girl. En dan hebben we ook nog deze. Dit is de Smooth Harmony. Dat is dus zeg maar de iets donkerdere variant van Heatherette. In een mooi roze doosje met natte glitters. Kijk, hier heb ik nog meer beauty powders namelijk. Deze komt uit de collectie, de Icon collectie met Rocco Wells. Die is ook al heel oud trouwens. Met een luipaardprintje of tijgerprintje of in ieder geval een beestenprint. Dit is de Yoga Mode. Ook een beauty powder. En dit is ook een beauty powder waarvan ik de naam niet echt weet. Omdat het ook een sample is. En daar staan niet altijd de originele namen op. Dit is ook nog een Icon collectie. Dus dat is een collectie gemaakt en die is dan speciaal voor Diana Ross gemaakt. Dit is de Pretty Baby. Pretty Baby Beauty Powder. Die later ook is teruggekomen nog in een collectie. Maar niet in dit schattige roze doosje. Met heel veel glitters. En dan heb ik er nog twee hier. En deze komen ook uit een Icon collectie, zoals dat heet. En een Icon collectie is dus inderdaad een collectie die, nou, waar zeg maar één persoon zeg maar gezicht voor is geweest. En dit was de collectie waar Catherine Deneuve, Franse actrice, het gezicht voor was. Dit is de Tahitian Fan. En dit is de Soft Dew. Eigenlijk hetzelfde. Aparte verpakking, zoals jullie zien. Deze is van vorig jaar, van de Holiday collectie. Een combinatie poeder, nee niet poeder, bronzer, blush en highlight volgens mij. Ik vind hier nog een bronzer van Chanel. Oké, nou, die ga ik even heel snel door. Maar dan heb je nog een pressed powder, ook weer een iridescent. En nog eentje. Dit zijn allemaal die glimmende poedertjes. Ik ga even door de mineralized skin finishes heen.
Dit is de Lightscape. Die is heel licht. Dit is nog zo'n poedertje. Deze is heel donker. Dit is de Metal Rock. Misschien nog nooit in het echt gezien, want die zijn heel oud. Metal Rock, heel donker dus. Dit is Lightscape is dan echt gewoon blank, zeg maar. Dus net een beetje de kleur van iemands lichte huid. Je ziet wel het verschil. Oké, dit is een, ook een highlight poeder. Hullabaloo of zo. Mellow Rave. Komt ook uit een klein collectietje wat volgens mij niet echt in Nederland is verkocht. Dus dat was geen mineralized skin finish, moet ik eerlijk zeggen. Dit is de Stereo Rose. Die is ook pas weer uitgekomen. Maar die was heel lang echt het ding wat je moest hebben. Omdat die al heel lang geleden was uitgekomen en daarna niet meer. Hier hebben we nog zo'n poeder met zo'n mooi leuk printje. Dit is de Hullabaloo. Dan hebben we hier de Glissade. Handig hè, dat ik dat erop heb gezet. Dit is de Shooting Star. Wat warmer. Gold Spill. Dat is heel veel verschillende kleurtjes. De Global Glow. En dit is de Light Flush. De Soft and Gentle. En dit is de Petticoat. Dan hebben we de Naked You. Die is gebroken. Oeh, zonde. Moet ik ooit nog een nieuwe voor zien te scoren? Maar goed. De So Ceylon, ook vrij donker. En de New Vegas. Die is van de collectie met Alexander McQueen. Uit 2007. Staat er nog op. De Northern Light is vrij roze. En dan hebben we de Porcelain Pink, die heel licht is, maar wel heel mooi. En de Gold Deposit. Die lekker shimmery is. Ik ga nog heel eventjes over naar La 3. Volgens mij, ja. Want daar zitten nog meer Mineralized Skin Finishes in. En nog wat andere dingen, maar daar kom ik dan later wel op. We hebben bijvoorbeeld de Perfect Topping. Dat is deze. De Triple Fusion. Die is in 3 delen. Die je goed kan zien. De Confusion, de Warm Blend, vrij donker weer, en de Smooth Merge, ook in 3 delen, zie je dat, 3 kleurtjes. Dan komen we de collectie Blond Brunette Redhead, dit is de blond. Dan zal ik even de redhead tevoorschijn halen, want die zie ik hier, dit is de redhead. En dan hebben we vast ook nog wel... Nou, dat kan ik vinden. Die zit ook wel erg dit. Dus de Refined. Met heel veel kleurverschil. Zie je dat? De Cheeky Bronze. Dat is deze. What a Dame. Dat is volgens mij ook een beauty powder. Een highlight powder van Dame Edna. Ook heel leuk. De Golden Nectar. Ook een highlight powder. Van de Honey Collectie. Of weet je die? Dit is de Comfort. Ook een mooie... Mineralized Skin Finish. De By Candlelight. Ja, het staat een beetje in de zon nu. De Sigma, dat is iets heel anders. Dit is de Sunny by Nature. En dan hebben we nog de Light Flush. En dan hebben we hier nog de Tahitian Sand van Hello Kitty. Even openmaken, want die heb ik volgens mij nog niet gezien. Een Hello Kitty compactje. En dat is dan deze geworden. Mac heeft dus de Mac voor Hello Kitty collectie een keer gehad. Ik zal hem nog even openmaken ook. Kijk. Oeh, is het geen schatje, die kitty. Oké, goed. Dit is 14 minuten. En dat waren eigenlijk alleen maar mijn poeders, bronzers en dat soort dingen. Binnenkort gaan we zeker verder. Voorlopig houden we het even hierbij. Tot de volgende keer. Doei doei.